Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Frequency Podcast. We gaan in de komende afleveringen gaan wij dus eigenlijk vandaag gestart met een serie van verschillende onderwerpen die we gaan bespreken. En deze serie die heet Een eerlijk gesprek over de moeilijkheden van ondernemen in Marokko. En vandaag hebben we dus uitgekozen als onderwerp personeel. Zelf persoonlijk vind ik dit een hele belangrijke onderwerp. Ik denk voornamelijk voor de mensen die hier willen komen ondernemen. Ik zou zeggen, pakken een pen en papier, want er zullen wat goede tips en adviezen worden gedeeld. En wij koppelen dit ook aan onze eigen ervaringen die wij hebben gehad in de afgelopen jaren. Broeder Ali die is ook vandaag met ons aanwezig, zoals gewoonlijk. En hij zal zeker ook zijn ervaring delen. Die hij heeft gehad in de afgelopen jaren. En dus zoals ik al zei, personeel, Ali. Ja. En jij kent dit als geen beter. Jij hebt zo plus minus, ik denk zo tussen de 160 en 200 rondlopen. Rond de 150, ja. Ja, dus dat is inderdaad een heleboel. En jij kent ze bijna één voor één zelfs. Dus ik ken jouw relatie met hun. Dus ik dacht, laten we als allereerst beginnen met... Als we kijken naar werkloosheid. Ik heb dat even opgezocht. En als je naar de statistieken kijkt, dan krijg je zo 10,5%. En dat het elke keer maar daalt in de afgelopen jaren. Maar als je een beetje naar de samenleving kijkt en naar de maatschappij, dan denk ik van ja, volgens mij kloppen die cijfers niet helemaal. Maar dat geeft het ook aan in die statistieken. Oei, sorry. Dus wat heb jij daarop te zeggen over de werkloosheid? Laten we daar eens mee beginnen. Want het is een stukje van, we kunnen wel zeggen er is geen werk, maar ik denk dat er wel werk is. Ja. Maar er is ook een stukje mentaliteit. Wat je net zei. Personeel, ja, het zit zo, je hebt ze nodig en je moet ermee samenwerken. Want anders alleen ken je niks. Ja. Dus je hebt ze nodig, je kan niet met ze en je kan ook niet zonder ze. De mentaliteit is een beetje laks, om het maar zo te noemen. Personeel kijkt soms kortzichtig, dus het is moeilijk mee om te gaan en moeilijk ook mee wat op te bouwen. Dus dat is de moeilijkheidsgraad voor een baas. Om een goed personeel te creëren, maar ook om aan te nemen. En om naar goed personeel op zoek te gaan. Dat is gewoon echt een moeilijke kwestie. Maar qua werkloosheid, want daar had je het over, hè? Werkloosheid. Ja, als we naar ik denk dat we als allereerst beter kunnen bespreken van werkloosheid. En waarom dat zo extreem veel is. En dan inderdaad, we koppelen het aan vooral het mentale stukje. Ja. De mentaliteit, wat eigenlijk ook een beetje het cultuur zit ook een beetje zo in elkaar. Ja, personeel leeft hier ook per dag. Het is niet het gaat niet alleen maar om wat er in mijn branche gebeurt, want het is een van de personeel die er zijn. Je hebt verschillende branches. En ik zie in mijn branche en in de omgeving, want er is natuurlijk ook heel veel zwart werk natuurlijk, hè. Bijvoorbeeld tegelaars en marmerzetters en loodgieters. En je weet hoe dat gaat. Dat gaat allemaal... Ja, dat zijn de ZZP'ers in Marokko. Ja, ZZP'ers, ja. Ja, die heeft vandaag deze week of deze paar dagen een zakcentje verdiend. En die stopte weer. Die stopte weer mee. En tot hij dat op is. En dan gaat hij weer op zoek naar... Het is een beetje een van de mentaliteiten die er bestaat. Maar in mijn branche is het ook is het kortzichtig. Ik zie dat personeel echt heel kortzichtig is. En die ziet vooral in het klein middenbedrijf dat hij alsof je geen toekomst kan opbouwen bij jou in jouw bedrijf. Zo straalt hij het uit. Dus die kortzichtigheid, daar moet je mee werken. In mijn branche, die kortzichtigheid, een beetje onverantwoordelijk. Niet een beetje, maar heel erg. En de echte verantwoordelijkheid, die wordt niet echt opgenomen. Dus ja, je bent aan het struggelen als het ware. Je bent echt aan het struggelen. Je bent een mentor, je bent een leider, je bent een vader, je bent een broer, je bent een psychiater. Het zit er allemaal, je bent van alles. Of je wordt van alles.
als je uiteindelijk een bepaalde succes in je bedrijf wilt behalen. Dus een beetje kort samengevat, dit heb ik er even in het algemeen over te vertellen. En dan hebben we straks komen we wel de volgende punten tegen en dan praten we wel in details. Ja. Maar dit is een beetje waar het Ja, en ik denk ook een belangrijke punt is dat we kunnen melden is, want als we het over het stukje mentaliteit hebben. Je zei dat kortzichtige denken, daar ben ik het 100% mee eens. Maar het komt ook voornamelijk door ik denk dat ze ook niet, weet je, ze hebben dat idee van, ze kunnen niet echt een carrière opbouwen in Marokko zelf. Weet je? Dat is wat ik bedoelde. Ja. Ze zien geen toekomst bij jou, in jouw bedrijf, als klein middenbedrijf. Alsof het maar voor het tijdelijk is, zeg maar, als het tijdelijke duur. Ja, dus dat het gewoon... Ja, dan die motivatie zit er dan niet in die jij wil. Ja. Ja. En daar struggle je mee. En dan kunnen we dat gelijk ook koppelen. Kijk, dus als je dus... we praten over het overgrootste gedeelte zit zo een beetje in elkaar, hoor. Van zo dat heel kortzichtig denken. En dan ook tegelijkertijd wat ik zei van ja, ze hebben niet echt vertrouwen van dat ze een carrière kunnen opbouwen. Dat ze daaruit succesvol kunnen worden. Maar dan ook tegelijkertijd dat stukje van... Dan heb ik het echt over... dan werk je niet met de juiste intenties. En als je niet met de juiste intenties werkt op de werkvloer, dan presteer je ook niet heel erg goed. En dan krijg je dus echt zo'n, hoe wij het wel eens noemen, zo'n dwel. Weet je? Dwel, ja. Dus dat is echt een van de grootste obstakels. Wat ik zelf heb ervaren ook in de afgelopen jaren. Ik bedoel, in de afgelopen jaren heb ik persoonlijk zelf ook... Ik heb te maken gehad met honderden personeelsleden. En dit is wel echt een van de grootste observatiepunten die ik bij hen opmerkte van... in het begin is er een beetje motivatie, maar als je echt diep gaat kijken, dan zie je inderdaad van... Er is niet dat de juiste intentie, ze komen niet met passie komen werken. En dat is een probleem. Dan hebben we het ook weer over een stukje eerlijkheid waar we het in de vorige aflevering over hadden. Zijn ook niet eerlijk tegenover hunzelf. Dus, en dan krijg je dit probleem. Ja, maar de intentie is vanaf dag 1 al niet goed. Ja. Dus, maar we gaan hier waarschijnlijk nog straks wel even dieper op in. Ja, zeker. Laten we naar een stukje kwaliteiten gaan. Weet je, want dat vind ik ook een belangrijk. Als je kijkt naar de kwaliteit van het personeel in Marokko. De kwaliteiten, ja. Dan ga ik het over mijn branche hebben, denk ik. Of in het algemeen, ja, want ik heb mijn ervaring in mijn branche. Maar je ziet het ook om je heen in andere sectoren, dat het bijna hetzelfde is. Weet je? Ze beweren soms dat ze kwaliteit hebben. Dus misschien is het die ego die eerlijkheid die ze niet uit willen stralen, zeg maar. Ja. Maar soms beweren ze alsof ze van alles kunnen. Ja, ze zeggen dat ze het ook allemaal kunnen. Maar als je dan op de werkvloer komt en dan zie je in de praktijk zie je het tegenovergestelde. En dan heb je al iemand al aangenomen. Dus dan ben je al in je proces bezig. En dan komen de problemen. Ja. Dus die kwaliteiten, kwaliteiten kost ook natuurlijk geld. Want waarschijnlijk heb je ook wel goede personeel. En er zijn ook al goede personeel. En ik heb ook goede personeel. Ik heb ook goede personeel ertussen zitten. Maar dan praat ik over 20%. Die een beetje meedenkt en meevoelt in je en gemotiveerd is. Maar 80% is niet gemotiveerd. Die komt werken omdat het moet. En omdat hij gewoon zijn huur en zijn vaste lasten moet betalen. Dus je struggelt met die kwaliteiten. Kwaliteiten die zijn er niet. Maar die zijn er ook weer wel, maar die zijn duur. Dus dan zit je weer met jouw bedrijf. Want als je dure personeel hebt, dan zit je ook weer met de kosten. Ja. Dus het is een beetje tweezijdig. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En wat ik daaraan wil koppelen is van... zoals jij eigenlijk al zei van... ze zijn er wel. Ze gaan niet zeggen dat ze er niet zijn. Mensen met kwaliteiten. Maar we hebben het nu even voornamelijk laten we het opbouwen. Dus van pas op voor de dingen die er merendeels zijn. Maar we zullen dan ook later in dit fase van deze aflevering ook wat tips en adviezen geven om hier oplossingen te kunnen vinden.
Maar wat ik belangrijk vind van jou, als je kijkt van ja, als je denkt dat je personeel kan aannemen met kwaliteiten, denk ik ten allereerste dat dat echt heel schaars gaat zijn. Waarom? Omdat wij hebben het hier wel eens eerder over gehad en toen heb ik je uitgelegd van ja, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Europese landen, dan heb je vaak, als ik ook kijk naar mezelf, vooral naar de jongeren bijvoorbeeld die daar nu wonen en werken. Ja, die hebben de mogelijkheid om voor wat grotere bedrijven te werken. En als je voor een grotere bedrijf werkt, dan werk je ook gewoon voor een betere organisatie. En als je een betere organisatie hebt, die hebben ook gewoon een veel betere systeem. En als zij een betere systeem hebben, dat betekent dat jij goede ervaring op kan doen. En als jij die goede ervaring op kan doen, dat betekent dus dat je wat kwaliteiten opbouwt uiteindelijk. En hier in Marokko is dat helaas niet zo. Er zijn wel wat grote bedrijven hier, maar Die zijn beperkt. Ze zijn er wel, maar er zijn niet zoveel. Er is niet genoeg. Ja. Dus het is niet zo even groot als je bijvoorbeeld kijkt naar andere landen. Bijvoorbeeld vooral de landen als in Europa, et cetera. En dat maakt het dan heel erg moeilijk. Want als jij dan kijkt naar de overgrootste gedeelte van de jongeren. Ja, ik zie heel vaak in die cv's. Ik bedoel, we hebben zoveel cv's gezien. Weet je, het zijn allemaal stagiaires en... En als je er een paar tussen vindt, die heeft misschien een jaar of twee gewerkt ergens voor een bedrijf. Wie dat bedrijf is, ik ken het ook zelf ook niet. Ik weet ook niet wie het is, maar het zijn altijd meestal niet echt een van de bedrijven waar je denkt van wauw, deze die heeft daar kwaliteit [S2] Ja. [S1] Opgebouwd. Dus ik denk, dit is echt een belangrijk ook. Dus personeel vinden met kwaliteiten kan heel moeilijk zijn. Maar nemen ze niet kwalijk omdat ze ook nooit die mogelijkheid hebben gehad om bijvoorbeeld die kwaliteiten ergens op te bouwen bij een bedrijf die wel een heel goed systeem had. Ja. En ik denk dat dit eigenlijk wel duidelijk moet zijn. Dan krijg je dus gewoon personeel met weinig ervaring. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je soms een doorstroming bent voor personeel? Dus dat ze bij jou eigenlijk een beetje ervaring opdoen om ergens in zo'n grotere bedrijf te komen? Nee, eigenlijk niet. Maar wat ik wel heb gehad is, ik zie wel wat er een beetje rondgaat in de werkvloeren van, of wat ik wel eens hoor van dat ze altijd jou als tijdelijke baantje gebruiken om uiteindelijk bij de overheid te gaan werken. Weet ja, je? Dat bedoel ik. Oké, maar ja. Ik dacht, ik bedoelde net... Nee, dat bedoel ik. Okay. Ja, dat heerst heel erg veel ook, ja, inderdaad. En personeel komt en gaat en heel veel. Ja. En volgens mij... Dat is een beetje meer personeel die vooral wat hoger heeft gestudeerd. Dus zogenaamd... Dus dat zijn meestal... Dus personeel die een beetje in de financiën zitten, die economie hebben gestudeerd. Ja, die verwachten dan dat ze uiteindelijk dan bij de overheid kunnen gaan werken. En, ja, maar daar heb ik ook een visie over. Gisteren of hadden we het nog erover volgens mij. Ja. Dan komen ze bij de overheid. En het is alleen maar om een garantie te creëren. Ja. Maar die inzet is daar waarschijnlijk ook niet. Snap je? Maar als je er eenmaal bent, dan heb je die garantie. Ja. Ja, inderdaad, dat is, daar hebben wij het nog wel eens, daar hebben wij eens heel vaak over, ja. Over gesproken. En je ziet inderdaad dat het een probleem is ook binnen de overheid, dat er heel veel ambtenaren zitten die niet eigenlijk functioneren hoe ze zouden moeten functioneren. Ambtenaren werken soms maar 2 uur per dag. Ja, dus die zitten meerendeels thuis dan dat ze op het werk zitten. En er wordt ook niet veel gedaan. En als ze wat doen, dan wordt het ook niet goed gedaan. Maar dat is ook een onderwerp op zich. Maar inderdaad, dus dat zijn wel denk ik de dingen waar de startende ondernemers... die eventueel hier in Marokko een bedrijf komen openen, pas hiervoor op. Ik denk niet dat je zomaar heel snel mensen kan vertrouwen. Je kan misschien wat leuke cv's tegenkomen. Maar op een gegeven moment, zoals jij al zei, van ja, hey, want praten, daar zijn ze wel goed in, hè? Hij kan zich wel voordoen van ja, dat hij het allemaal wel weet. Maar ik denk dat je na een paar weken al heel snel merkt van dat het niet is wat het is. En dat valt soms heel zwaar tegen. Ja. Maar als ondernemer moet je daar doorheen zetten. Dus als je dat van tevoren weet en je weet wat je te verwachten staat, dan kun je daar een beetje op voorbereiden. Ja,
En zoals je zei van ja, kijk, er zijn wel personeel die wel wat kwaliteit hebben. Die misschien al, laten we zeggen, vijf of tussen de 5 en 6 of 7 of 8 jaar ervaring hebben in een grote bedrijf. Maar meestal zijn die wat duurder. En het is niet van ja dat je het, ik adviseer het, stel nou voor dat je wel een goede personeel met kwaliteit tegenkomt. En dan zou ik adviseren om het wel gewoon te doen en te investeren in een goede kracht. Ja. Maar ze zijn heel schaars, want als er iemand is die echt goed is, die wordt dan meestal wel door een grote bedrijf aangenomen en die werkt dan meestal daar. Dus daarom vind je ze bijna niet. En als die niet werkt, dan zit daar meestal ook altijd wel weer een reden achter van waarom die niet werkt. Dus, maar dat is ook een lang verhaal. Ja, meestal wordt er wel gezegd van ja, zijn de lonen dan niet te laag en zo. Ja, maar ik vind dat niet zo, weet je? Ik ook niet. Nee. Ik denk dat je bij ons als klein middenbedrijf, want wij zijn klein middenbedrijf. Ik denk dat je een goed salaris hebt. Een goed salaris kan opbouwen ook. Ja. Snap je? Maar het blijft in hun hoofd zitten wat je net zei. Alsof het voor tijdelijk is. Alsof het maar een tijdelijke baan is. En dat is de moeilijkheidsgraad. Ja. Want ze willen altijd voor de doelen werken, dus voor de overheid. Ja, een gedeelte. Ja. En ja, kijk, de minimumloon is niet zomaar, volgens mij was het eerst 28,50 en volgens mij staat het nu op 3000 nog iets, weet je? Ik dacht iets van 2985 of zo. Volgens mij was het verhoogd, ja. Ja. Oké. Okay. Dat is de minimumloon, ja. Ja, en dat is niet zomaar vastgesteld op dingen. Dus kijk, als je iemand de 3000 of tussen de 3 en 5000 dirham betaalt, schrik daar niet van. Dat is gewoon de loon wat hier is. Ja. En we hebben in de vorige aflevering hebben wij dus ook uitgelegd van ja, wat... Dat je ook voor dat ja, de levensonderhoud in Marokko ook gewoon veel goedkoper is. Dus dat gewoon een normale loon is om uit te betalen. Dus ga nou niet denken van ja, ik ga meer betalen dat ze beter gaan presteren. Ik zeg niet dat je niet meer moet betalen. Wij leggen alleen maar uit van doe dat geleidelijk. Geleidelijk, opbouwend, ja. Ja, dan moet hij zich voor bewijzen dat hij dat verdient. Ja. En begin gewoon met het standaardloon. Begin gewoon met een standaardloon wat een beetje eigenlijk in de markt een beetje rondgaat. En op basis daarvan kan je het jaarlijks kan je het gewoon verhogen aan de hand van zijn prestaties, ja. Natuurlijk. Hè. En dus, als tip, ga er niet volop op een personeel in. Op volle vertrouwen. Snap je dat je achteraf een klap in je gezicht krijgt? Ja. Snap je? Een schrikje van, vooral als het de eerste keer is. Maar als je dat ervaren hebt, dan weet je dat daarna. Dus gooi je volle vertrouwen niet op één paard. Of op één personeel dat je denkt van, nou, dit is mijn bedrijf. Ja. En ik leer altijd van de grotere namen. Als je naar McDonald's kijkt bijvoorbeeld. Ahmed kan daar werken, Mohammed kan daar werken. En Hassan kan daar werken. Maar het systeem, dat draait gewoon. Het is alleen maar het vervangen van een poppetje. Ja. Snap je? Dus als jouw systeem een beetje correct is, dan heb je altijd alleen maar personeel nodig. Extra personeel. En zorg altijd voor extra personeel. Ga niet op minimum werken. Zorg dat je altijd extra personeel hebt, zodat als er iemand wegvalt, dat jij niet in de knoop komt. Ja, ik bedoel dat je gewoon... Bijvoorbeeld altijd cv's klaar hebt staan en dat je altijd al voorbereid bent mocht er iemand wegvallen. Dat moet in je dagelijkse routine zitten. Ja, ben ik mee eens. Ja. Ja. Dus gewoon altijd een goede voorbereiding van altijd altijd een backup plan hebben voor mocht er personeel wegvallen. En vooral als het echt cruciaal is dat je echt in problemen komt te raken in bepaalde sectoren. Ja. Waar je bijvoorbeeld als er eentje wegvalt, dat je echt in een probleem terechtkomt. En zorgt ervoor dat je dus niet in die probleem terechtkomt. Door altijd genoeg oproepkracht hebt die je kan contacteren om meteen te komen starten. En bij ons in de horeca, dat is hotel, restaurant, café. Dat is, soms is personeel zo, hoe moet ik dat zeggen? Dat hij vandaag gewerkt heeft en dat hij gewoon een hele goede dag gaat. Gewoon een normale dag heeft, waarvan jij denkt van morgen is die er. En dan is die er morgen niet. Zo uit het niets. Ja. Snap je?
Ja, bij jou is dat heel erg schandalig altijd hoor. Ja. 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 Dus wees er vooral op voorbereid en heb altijd extra personeel. Ja. Extra personeel als er eentje wegvalt. Maar ik denk dat we dat ook wel een beetje kunnen uitleggen. Van, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld in bepaalde sectoren in Marokko, als je ziet van ja, er is heel veel concurrentie. Dus hou er rekening mee. Dus als je een onderneming start en er is daar al een heleboel van, bijvoorbeeld in de stad. Dus bijvoorbeeld je zegt ik ga een café openen. En je weet dat er een heleboel cafés zijn. Want ja, in Marokko, we weten het, er zijn een heleboel cafés. Dat betekent dus dat er ook heel veel personeel is voor serveerders en die koffiemakers en die keukenpersoneel. Dus dat daar wel een heleboel van zullen zijn. Maar dat betekent niet van ja, dus dat je goede personeel hebt. Nee, dat betekent dat je echt obstakels en moeilijkheden kan tegenkomen. Ja. Omdat in die sector is er gewoon zoveel aanbod, werkaanbod. Ja. Dus zoals je zei, dus vandaag is hij er. En als het hem niet bevalt hoe jij op een bepaalde manier met hem spreekt of het systeem bevalt hem niet, is die ook gewoon heel, heel gauw weg en dan kom je in problemen terecht. Dus, en voor 200 dirham verandert hij zijn baan, hè? Zeker. Ja. Dus dat zijn dingen waar je echt voor moet oppassen. Maar personeel denkt soms ook dat het aan de overkant, dat het gras altijd groener is bij de buren, snap je? Ja. Dat ze alsof ze bij jou in een hell's kitchen werken. Dat het bij iemand anders dat het een paradijs kitchen is. Maar dat bestaat niet. Dat zit bij hun in hun hoofd. Omdat ze op dat moment of iets hebben meegemaakt. Personeel onderling of manager. Tussen manager en personeel. Snap je? Misschien heeft hij een keer wat verkeerd tegen hem gezegd. Of heeft hij hem zware opdrachten gegeven. En dan is hij er morgen gewoon niet. Ja. Dus dat zijn dingen die vaak gebeuren. Dat zie je voornamelijk, zoals ik al zei. Kijk, als je een onderneming gaat starten in Marokko. Check heel goed hoe het zit met de concurrenten. Zijn het er een heleboel? Dan weet je dat je ook echt dat het niet per se alleen maar voordelig is. Maar dat het ook heel nadelig kan zijn. Dus dat je echt gewoon moet oppassen voor bepaalde problemen die je gaat tegenkomen. Dat je ze niet echt 1, 2 snel kan vertrouwen. En vooral als je een beginnende ondernemer bent. Maar je gaat ga je een heleboel fouten maken. Ja. En je gaat een heleboel vreemde mensen tegenkomen. Even een paar voorbeeldjes. Vroeger toen ik net begonnen was. Net begonnen met de eerste zaak. Ja, toen bracht ik zelf schoonmaaksters. Dus op schoonmaaksters naar huis. En haalde ik ze 's ochtends op. Anders kwamen ze niet. Oké, was het horen. Ja. Okay. Dat is het beginfase. Ja. Snap je? Ja, maar nu heb je wel meer schoonmaakbedrijven. Ja. Er zit allemaal wel wat... Maar ik bedoel maar, want als je het niet kent, dan weet je niet wat je moet doen. En dan kom je bij dit soort dingen terecht. En dan denk je bij jezelf achteraf van, zo, dat was een moeilijke begin. Ja. Nou, als je zo terugkijkt. Ja. En ik denk, kijk, we hebben een heleboel dingen opgenoemd, maar ik denk waar je ook voor moet oppassen is, kijk, als je kijkt een beetje naar het juridische gedeelte, dus contracten en zulke dingen, dus bescherm jezelf alsjeblieft. Absoluut. Zorg ervoor dat je niemand laat werken totdat het contract en documenten allemaal in orde zijn. En wat ik daarmee bedoel is dus het contract gelegaliseerd, je hebt alle documenten ontvangen van het personeel. En een van de belangrijkste documenten is onder andere dus dat hij niet in aanraking is gekomen met politie. Ja. Volgens mij hebben ze daar in Nederland ook zo'n dingen. Dat moesten wij vroeger ook doen. Goed gedrag. Goed gedrag, ja. Hier heet het husn sira. Husn sira, ja. Dus zorg ervoor dat je die altijd, meekrijgt voordat je hem aanneemt. En over de verschillende contracten. Ja, kijk, dat is een heel, heel groot onderwerp. Maar daar adviseer ik beter om... Kijk, daar ken je één. Daar ken je met. Kijk, er is een overheidsinstantie dat ANAPEC heet. ANAPEC. Ja, ANAPEC, ja. En die kunnen jou. Je hebt ook voordelen als je het via ANAPEC doet. Dus ik adviseer, ga naar ANAPEC toe. En zij zullen jou alle informatie geven wat betreft de contracten. En je krijgt zelfs nog wat vrijstellingen van belastingen, et cetera. En hoe noem je dat? Senesis. Ja. Ja. Ja, zijn ze, ja,
Ja, ik weet het niet in het Nederlands. Ja, okay. Dus gewoon die kosten die je normaal gesproken betaalt voor de personeelskosten. De personeelskosten, ja. Ja. Dus die je betaalt voor het personeel, daar kan je dus vrijstelling krijgen van een aantal jaar. Volgens mij is dat 24 maanden. Ja. Ja, en volgens mij kan je het daarna nog verlengen zelfs, had ik vernomen. Ja. Ja. Wij werken zelf ook zelf met een paar van die dit soort contracten. Ja. Maar we hebben daarnaast, als ik zelf een eigen voorbeeld zou moeten opnoemen, ik werk altijd met een CDI-contract. En een CDI-contract is gewoon een onbepaalde duurcontract, maar met de voorwaarde van dat hij een proefperiode heeft van 6 maanden. En dan kun je het zelfs nog eens verlengen met 6 maanden. Ja. Dus dan heb je altijd, ik zeg altijd, kijk, je weet ongeveer na een maand of twee, weet je al van of het de juiste of het een dweil is. Of, ja, als het geen dweil is, ja. Als het een dweil is, dan kun je hem gewoon ontslaan. En als je hem wilt ontslaan, dan kunnen we daar ook misschien wel wat tips voor geven. Dan is, dat is gewoon een aangetekende brief. Dat moet op een officiële manier worden gedaan, maar dat kun je uitvogelen. Dan kun je ook gewoon bij je boekhouder vragen, die kan het voor je in orde brengen. Gewoon als voorbeeld, want daarna moet je het gewoon allemaal zelf doen. En dan kan je dus met 3 aangetekende brieven kan je hem gewoon, eigenlijk gewoon officiële waarschuwing. Ja, zo'n officiële waarschuwing. Ja. Kan je het contract gewoon beëindigen. Maar zorg ervoor dat je dit wel allemaal vermeldt in het contract. En er zijn nog andere verschillende contracten. Je hebt dan de CDD, dat is een tijdelijke contract van 6 maanden volgens mij. Maar dat is iets wat je zelf moet gaan uitvogelen. Het is niet zo heel ingewikkeld. Maar bescherm jezelf alleen en probeer de juiste artikelen in het contract te vermelden waar jij jezelf kan beschermen, zodat je geen probleem krijgt, want ze kunnen heel vervelend zijn. Ja. Ik heb dat zelf in het verleden echt heel veel problemen gehad. En vooral in de beginjaren. Je kreeg de ene week na de andere week, want we hadden op een gegeven moment daar praat ik over in 2019, hadden wij dus 6 fitnessclubs in Vessen en Mykines. Ja, dan hadden wij ook echt iets van tussen de 200 of 250 personeel rondlopen. Ik kreeg op een gegeven moment elke week een brief van iemand die we wegstuurden, weet je. Dus zo extreem was dat. Dus, maar we hebben daar veel van geleerd. Ja. We hebben daar veel van geleerd. En kijk, dus daarom zeg ik, dit is een goede tip. Zorg ervoor dat contracten in orde zijn. Ja. En al je eisen en voorwaarden die je hebt, zet ze in het contract. Zoek nog alleen even uit wat het juiste geschikte contract is waar jij mee kan samenwerken voor je eigen bedrijf. Maar bescherm jezelf en laat jezelf niet voor gek houden op een gegeven moment als je straks iemand weg wil sturen. En dan hoef je ook niet bang voor te zijn, want als het juridische aspecten in orde zijn, ja, dan heb je nergens eigenlijk angst voor. Ze kunnen ook via uitzendbureau. Via uitzendbureau kan ook, ja. Er zijn genoeg uitzendbureaus die hier personeel leveren. Net als schoonmaaksters, bewakers. Bijvoorbeeld in onze branche heb je opruimers. Je kan zelf obers echt zelf zoeken. En dan via het uitzendbureau bij jou laten werken voor een bepaalde duur. En daarna pas... Dat is een manier hoe jij het doet, hè? Ja, en daarna pas naar een vast contract. Ja. Snap je? Dus dat kan ook, dat is ook nog een optie. Ja, daarom zeg ik ook van, ja, je moet echt kijken van wat past nou echt precies het beste binnen jouw bedrijfsstructuur. Maar het belangrijkste is gewoon wat wij willen aangeven is bescherm jezelf en laat niemand werken voordat eigenlijk al het juridisch gedeelte gewoon echt in orde is en dan pas laat hem starten. De boodschap is dus dat je niet klakkeloos gewoon mensen ja. aanneemt en voor je laat werken zonder documenten, zonder contracten. En dan kan het soms af en toe fout lopen. Want er zitten ook allemaal verzekeringen aan verbonden. Want je moet personeel ook verzekeren. Want als een personeelslid een ongeval, een bedrijfsongeval heeft of krijgt. En je hebt geen contract en je hebt hem niet verzekerd. Ja, dan kunnen de problemen oplopen. Ja, en er zijn in bepaalde sectoren inderdaad waar je sowieso een verzekering moet aansluiten. Om jezelf ook te beschermen. Dus dit is ook een hele belangrijke. Die je aangeeft? Ik heb mensen gekend die in de bouw zaten en die mensen die geen verzekering hadden. En dan kan het wel eens fout aflopen. Ja, in de bouw is het heel moeilijk. Ja. Ja. Ja, ja. Dat iemand bijvoorbeeld of van een verdieping valt of een ongeval, een bedrijfsongeval, waardoor die gedeeltelijk gehandicapt raakt. En als jij dan niet verzekerd bent, ja, dan draai je voor de kosten op. Ja. En ik zou zeggen, neem een HR aan.
iemand die een beetje ervaring heeft. En de wetgeving een beetje kent wat dat betreft. Ja, en de wetgeving een beetje kent. Zodat je jezelf een beetje kan beschermen tegen al deze calamiteiten die kunnen, die eventueel kunnen opkomen. Dus we hebben al veel opgenoemd. Maar ik denk dat we nog wel wat bepaalde scenario's kunnen schetsen van wat we ook heel vaak zien. Volgens mij hadden we het over kwaliteiten waardoor we in dit verhaal... We zijn van de ene naar het andere gegaan, maar het is niet erg. We hebben veel opgenoemd en we hebben het over de kwaliteit gehad dat een beetje minder is en de ervaringen. Een beetje in de Marokkaanse werkmarkt. Dat is inderdaad een probleem. Maar we hebben het ook over de contracten gehad. En dat je inderdaad moet het juridisch gedeelte in orde moet zijn. Maar daarnaast denk ik ook dat we nog wel een aantal andere voorbeelden op kunnen noemen en scenario's kunnen schetsen. Want wat je ook vaak ziet van hebben we wel eens ook wel in een andere aflevering besproken, maar. Je ziet bijvoorbeeld iemand komt hier naartoe, kent het land niet. En op een gegeven moment die wil een project uitrollen. En dan neemt hij zo familie, kennissen of weet ik veel aan. En dan is het meestal niet. Er moet wel structuur in zitten. Ja. En familie en het moet wel zakelijk blijven. Ja, het moet zakelijk blijven. En ik denk dat dit belangrijk is van de vraag is dan van wat voor relatie moet je dan opbouwen met je personeel? Ik bedoel, wij hebben het hier wel eens vaker over gehad. Jouw manier van jouw relatie naar jouw personeel toe is een andere manier hoe ik met mijn personeel omga. Ja. Maar jij hebt jouw redenen en ik heb mijn redenen. Ja. Maar ik denk dat we wel samen op één lijn komen als het aankomt van waar we uiteindelijk naartoe willen gaan of wat uiteindelijk het doel ervan is. Dus dat is niet het probleem. Maar om te kijken van dat er ook gewoon een respectvolle relatie wordt opgebouwd met het team of het personeel dat je hebt. En ik zeg altijd vaak zelf, zorg ervoor dat je geen vader of broer of vriendenrelatie opbouwt. Zorg ervoor dat je wel iedereen gewoon met respect behandelt. Dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd wel gewoon, je bent het leider van het team. En niet de vader van het team of de broer van het team of de vriend van het team. Dat is denk ik niet wat je, de juiste instelling. Ja, ik vind het als leider of als baas zijnde of als ondernemer, dat je niet al te dicht bij je personeel moet komen. Ja. Een beetje kort samengevat, misschien wat jij allemaal opnoemde net, kom niet te dichtbij. En hou het zakelijk, maar wel met respect zoals je zei. En in onze afgelopen jaren, het zijn er al heel, heel veel geweest. Dan heb je heel veel gezien. En dan weet je dat je op een gegeven moment na... waar ik nu ben, na 15 jaar, dat je iedereen met respect moet behandelen. Maar dat het ook wederzijds hetzelfde moet zijn. Ik ben jouw werkgever, jij bent mijn werknemer. Ik behandel jou met respect, jij behandelt mij met respect. Jouw behandeling van respect naar mij toe is je werk goed doen. En je verantwoordelijkheid op je nemen. Ja. En die bericht moet duidelijk zijn voor het personeel. Dat is een beetje mijn samenvatting wat betreft... jouw manier van omgaan met dat ding. Maar in de afgelopen jaren moet ik wel eerlijk toegeven, ik heb niet zo gehandeld in het begin. Ja. Nee, ik was wat jij zei. Ja, maar ik heb dat ook... Ik was echt een vaderfiguur, een broer. Ik sta voor je klaar. En dat is niet erg. Dat is niet erg, want sommige dingen, soms moet je klaarstaan voor je personeel. Maar met mate. Ja, ik ben het mee eens. Ik heb die fout ook wel in het begin gemaakt. Ik eerder zeggen, gewoon een beetje een soort van broerrelatie had opgebouwd met het eerste team waar ik mee samenwerkte toen, destijds. Waarvan ook nog steeds, voor mij nog steeds werken. Maar ook een heleboel zijn weggevallen. Omdat ze gewoon één misbruik maken van het situatie op dat moment.
En dan, ja, dan kun je echt teleurgesteld, ja, echt teleurgesteld raken op dat moment. Dan kun je zelfs hele... Dat is pijn. Ja, kan je verdrietig worden zelfs. Want dan, kijk, als je het vertrouwen geeft aan iemand en iemand speelt met dat vertrouwen, ja, dan... Ik kan niet zeggen van ja dat je niks gaat voelen. Nee, je voelt er sowieso wat van. Want je hebt er tijd en energie in gestoken. Je dacht van je hebt altijd het goede voor hem gewild. En jij zag hem als broertje of als broer zijnde naar je toe. En samen zijn wij, gaan we deze bedrijf groot maken, et cetera. Maar ja, praat er niet tegenvallen. Ja, praat er niet over. En ik zie allemaal scenario's. Ja. Scenario. Maar weet je wat, ik heb daar een uitleg voor, Sijem. Ja. En het is, kijk, je wil als vriend of broer of als vaderfiguur met een personeelslid omgaan. Maar jij ziet het zo. En dat is het probleem. En personeel ziet dat heel anders. En daar gaat het fout. Ja. Daardoor verdwijnt de respect tussen een werkgever en een werknemer. Ja. Snap je? Dus die respect moet blijven. Maar... Zoals ik net zei, het moet van beide kanten geen verkeerde indruk aan het personeelslid. Waardoor hij denkt dat hij heel dicht bij jou staat. Waardoor hij sommige dingen niet meer hoeft te doen. En dan kom je in die probleem. Want dan zie jij als werkgever ziet dat. En ziet dat in je organisatie. Ja. Dat het niet helemaal correct gaat zoals jij dat wil. En als jij te bevriend raakt of te aardig bent. Of als broer zijnde of als vader zijnde. Ja, dan ga je daar, ja, misschien ga je daarover zwijgen, stilsgewijs. Dan zwijg je daarover. Dan lieg je tegen jezelf, ja. Snap je? En dan zwijg je daarover en dan gaat het fout. En dan gaat het fout. En dan komt er een keer dat die personeelslid waarvan jij dacht dat hij een van jouw beste personeelsleden was, het slechtste personeelslid is. Ja. Snap je? Ja. Ja, dat is gewoon echt een misbruik maakt van de situatie. En daar, kort samengevat, maar ik leg het even uit in... Ik weet wat je bedoelt. Misschien in emoties. Of, ja, dus daarom vind ik het belangrijk. Kijk, wees een coach, wees een leider, wees een rolmodel tegelijkertijd. Zorg ervoor dat er respect is. Zorg ervoor dat je bepaalde dingen altijd onderscheidt. Want het werk is werk en privé is privé. Wil je wat extra's doen? Prima, dat kan. We zeggen niet van dat je het niet moet doen. Het is juist goed als je het wel kan doen. Maar zorg er namelijk niet voor van, ja, dat je denkt van ja, ik doe iets buiten het werk. Dat je er ook bijvoorbeeld ook extra voor terug gaat krijgen, want het kan tegenvallen. Dus wat ik bedoel met een goede coach. Ja, dus zorg ervoor dat je ze blijft motiveren als je wil dat ze verder gaan. Dat kan op allemaal verschillende manieren. Dat kan door een mooi woordje te doen soms of complimenten te geven. Dat kan soms, maar ook niet weer te vaak complimenten te geven, want van alles weer te veel geven is ook weer niet goed. Dus weet wanneer je het moet doen. Dus als iemand goed presteert in 3-4 maanden tijd en er zijn mooie resultaten, dan verdient hij een compliment. En er zit ook niks mis mee om een bonus te geven. Of dingen. Daar is ook niks mis mee. Maar verwacht er niet te veel van terug. En doe ook niet te veel, want het kan juist weer heel averechts gaan werken. En dan krijg je precies het tegenovergestelde. En dan krijg je die tegenpol. En dan ga je dadelijk teleurgesteld zijn. En dat moet je niet zijn. En die fout ga je misschien wel vooral maken als je vooral een beginnende ondernemer bent. Maar op een gegeven moment ga je het wel leren. Maar onthoud deze tips, want dit zal echt heel belangrijk zijn om het makkelijker te maken. Ja, wat bedoel ik eigenlijk merendeels met leider? Wat bedoelen wij daar eigenlijk mee, Ali? Want als ik zeg leider, ja, dan denk ik eerder van... als ik naar mezelf kijk, ja, leider neemt altijd het volledige verantwoordelijkheid op zich. Ik zeg altijd van, ja, kijk, we hebben één hele grote doel. Ervoor te zorgen dat we een groot succes gaan behalen. En dit doen we of gezamenlijk. Of ik ga sowieso voor die doel verder. En voor mij is die doel is wat ik moet bereiken. Met jou of zonder jou? Ja, met jou of zonder jou. En wat ik bedoel dus je verantwoordelijkheden op je nemen. Dus ook als iemand gewoon niet meewerkt of een beetje zit tegen te stribbelen. Hij zit een beetje aan je voet te hangen. Of aan je been te hangen, volgens mij noem je dat zelfs. Ja, aan je been hangen. Ja, zorg ervoor ook dat ook jij je verantwoordelijkheden opneemt als leider. Door om hem erop aan te spreken. Of om gewoon weg te ruimen uit,
Ja. Uit zicht, hij kan niet mee. Hij kan niet meer verder. Nee. En die beslissingen, die moet je nemen. Ja. En wacht er niet al te lang mee als je het door hebt. Ja. En tegelijkertijd, als we het ook hebben over leider en dan ook tegelijkertijd een rolmodel, is van, wat ik bij jou ook altijd heel vaak zie, maar ik sta daar ook 100% achter en ik probeer het ook altijd op deze manier te doen, of hoe jij het ook doet, is door, ik krijg een beetje die hik, man. Nee, jongens. Vooral als je een project in het begin start, dus vanaf A, is het belangrijk dat je dus echt precies weet van ja, wat er nou precies gaande gaat overal. Ik vind dat je in het begin alles moet doen. Weet je, dus stel voor, je opent... Oud bij onze branches. Ja, je opent een fitnessclub. Ja. Ja. Dus dan moet je weten hoe het achter de receptie gaat, hoe de schoonmakers werken, hoe de coaches werken, de onderhoud wordt gedaan, et cetera. Dus je moet echt alle details kennen, hoe de marketing wordt gedaan, en et cetera, et cetera, et cetera. Dus je moet echt in het begin moet je echt alles kunnen, alles zelf kunnen doen. En dan op een gegeven moment, want je moet het voorbeeld laten zien van hoe het moet worden gedaan. Dus als ik zeg van ja, maar dat kan ook zowel bij jou in jouw branche zijn. Dus pak een bezem, pak een dwel, begin ook schoon te maken, laat zien van hoe het moet. En aan de hand op een gegeven moment, als het bedrijf beter en beter begint te worden, kun je dingen loslaten en dan kun je zien van ja, wie kan ik op de juiste positie zetten, wie is geschikt hiervoor en kan ik hem die vertrouwen geven. En dan kun je die verantwoordelijkheden loslaten, wat ook heel belangrijk is, want je moet ook die verantwoordelijkheden op een gegeven moment loslaten. Je kan niet zeggen van ja, ik ga constant mee schoonmaken. Nou, anders kun je niet verder mee. Nee, anders kom je niet verder. Dus dat is een hele belangrijke. Dus, en dat is wat wij bedoelen met een rolmodel zijn. Ik ben het daar helemaal mee eens. Is dat je geen moeite hebt om je handen ook wel eens een keertje fel te maken. Ja. En even te laten zien van, schrijf eens even op. Ik ga jou even laten zien hoe het echt moet. En dat doe ik zelfs soms ook nog wel eens regelmatig. Wat ik liever niet wil doen eigenlijk. Omdat ik daar niet te veel tijd voor heb. Maar omdat je op een gegeven moment, zoals ik al zei, als je groter en groter wordt, heb je daar gewoon bijna eigenlijk geen tijd meer voor. Maar ik vind dat je dan, je hebt in de beginfase heb je de tijd gehad, want dat is het moment dat je een systeem begint te creëren. Ja. Omdat je het kent en omdat je het weet, ja. En omdat je het zelf ervaren hebt. Inderdaad. Dus dat is een hele goede tip, vooral voor de mensen die hier naartoe komen. Ja, het is moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Ja. Maar ik zeg het, in het begin doe alles zelf. Ga nou niet die fout maken door te denken, ik neem die aan en die gaat het wel voor mij regelen. Nee, die gaat het niet voor jou regelen. Weet je, je moet het echt zelf doen. Dus, en wees ook niet zo lui, want anders moet je ook niet gaan ondernemen. Ja, dat is toch de waarheid? Ja. Ja, want anders ga je echt, ik vind het jammer, want anders ga je grote fouten maken. Ja. Dan ga je denken van, ja, dit wordt wel opgelost door A, maar meneer A, die doet zijn werk niet. Nee. Weet je? En jij kent het niet, dus kun je het ook niet controleren. Ja, dus weet je ook niet van jou, hoe weet jij nou of het nou goed is precies. Of niet. Dus daarom moet je het allemaal zelf gedaan hebben in de eerste fases, waardoor je een systeem kan opzetten hoe het moet gebeuren. Mm-hmm. En daarna kun je het uit de hand geven met de juiste controles. Inderdaad, dit vind ik ook een belangrijke tip van, dus op een gegeven moment dat je dan zover bent, je op een gegeven moment, je kent het, je weet hoe het gaat, je hebt het voorbeeld laten zien, je wil dat het op deze manier gaat, je begint een systeem te creëren, je begint mensen uit te kiezen die verantwoordelijkheden op hun gaan nemen. Maar ik koppel dat altijd, kijk, we hebben het wel van, ja, personeel is moeilijk en dit en dat, en vooral dan hier in Marokko. Maar hoe kan je het beste zien van, ja, waar je iemand eigenlijk op een bepaalde plek kan neerzetten, is door te kijken of hij daar in ieder geval wel passie voor heeft. Kijk, als je iemand gaat neerzetten die daar helemaal geen passie voor heeft, dan moet je niet gaan denken van ja, dat hij nog steeds na maanden lang dat hij dat blijft, weet je, dat goed blijft gaat functioneren. Want dan krijg je die fout van op een gegeven moment wordt het niet meer gedaan. Ja, en dan gaat de kwaliteit achteruit en op een gegeven moment komen de fouten naar boven, op een gegeven moment komen die problemen naar boven. En een klein probleem wordt op een gegeven moment op lange termijn een groter probleem. Dus ik denk dat dit wel als mijn ervaring in de afgelopen jaren is, dus als je iemand op een bepaalde functie neerzet, ik vind het allerbelangrijkste is, kijk of die passie heeft voor die rol die hij op zich gaat nemen op dat moment. Of die verantwoordelijkheid die hij op die moment gaat, ja. Ja, die hij gaat nemen. Zelf in mijn branche heb ik zelf afgewassen. Ik heb ook mensen laten zien hoe ze moeten afwassen. Ik heb mensen laten zien hoe ze moeten schoonmaken. Dus wat jij zei, en het klopt, je moet al die fases
in jouw branche, in wat voor branche het dan ook is, moet je doorstaan hebben en meegemaakt hebben en zelf meegedraaid hebben, waardoor je een systeem kan creëren. Ja. En het kan zo zijn van, ja, dat je niet weet van, ja, wat je moet doen. Dat, vooral in de beginfase. Kijk, ik bedoel, toen wij onze eerste fitnessclub waren begonnen, ja, ik had wel wat ervaring in Nederland en België, dat ik in een fitnessclub had gewerkt. Dat ik wel veel had ervaring had opgedaan daar, maar het was niet voldoende. Maar ik moest op een gegeven moment ook, als ik zo'n beetje terug ga nadenken, dan zie ik op een gegeven moment van, ja, dat ik dingen moest doen waar ik ook even op een gegeven moment dacht van, ja, oké, dat weet ik ook niet hoe het moet, maar ik moet het uitvogelen. En op een gegeven moment ga je wel zien van, ja, wat het beste methode is om het wel gewoon te doen. En als ik bijvoorbeeld, zoals ik al zei, wij openden die eerste fitnessclub en ik moest een systeem gaan creëren om bijvoorbeeld personal training lessen te geven, et cetera, weet je, ja. Ik heb nog nooit eerder personal training lessen gegeven, dus ik wist ook niet hoe het moest, weet je. Maar je gaat het leren. Ja. Dus op een gegeven moment gaat in het begin wel een beetje die fouten maken, maar je moet het echt, in het begin moet je het echt kennen. Je moet elke rol of elke functie wat er in dat bedrijf op dat moment zit, vooral in de beginfase, moet je kennen. En op een gegeven moment, naderhand, kun je het loslaten. Ja, en anders dan ben ik het ook met jou eens wat je net zei, anders begin je er niet aan. Begin er niet aan, want het gaat fout. Ja. En dat is misschien, het klinkt een beetje hard, maar het is wel zo. Ja, en we kunnen hier nog wel heel diep op ingaan. Kijk, ik denk dat we nog wel tips kunnen geven. Kijk, bijvoorbeeld organiseer je team in afdelingen. Ik vind het belangrijk dat je zorg ervoor. Kijk, als je bijvoorbeeld eenmaal op, je bent eenmaal aan, je bedrijf is op een gegeven moment al eenmaal aan het lopen. Zorg er alsjeblieft voor dat niet iedereen weet van, ja, wat van A tot Z wat er in het bedrijf gebeurt. Als je bijvoorbeeld zegt van, ja, dit is marketing. Marketing moet zich alleen bezighouden met marketing. Moet zich niet gaan bemoeien met operations of wat er op de werkvloer gebeurt. Bijvoorbeeld in een fitnessclub of in een andere winkel of in de horeca. Mensen moeten zich alleen maar bezighouden met de functie en de verantwoordelijkheden die zij hebben. En laat ze niet bemoeien met andere afdelingen. En zorg ervoor, jij als leider, dat je die taken goed verdeelt. En dat je gewoon ervoor zorgt van dat ze zich alleen maar bezighouden met de taken waar zij verantwoordelijk voor zijn. En niet gaan bemoeien met andere dingen waar ze eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben. Dit heb ik in het begin heb ik ook vaak deze problemen gehad. Weet je, dat je dacht van, ik ga even iedereen. Had ik vergaderingen met sales en marketing. En dan kwam een manager van de club en een personal trainer. En iemand van de administratie en iemand van de klantservice. Dan gingen ze bij elkaar halen. En dan ging ik op een gegeven moment vergaderen over de belangen van het bedrijf. En waar we naartoe willen gaan. En toen dacht ik, wat ben ik mee bezig, man? Ja, maar ja, dat zie je. Dat weet je ook pas achteraf. Ja, daarom zeg ik van, ja, ik aan de hand van deze fouten die wij hebben gemaakt, van, ja, kijk, dus zorg ervoor, als je een bedrijf op een gegeven moment hebt lopen, zorg ervoor dat elke afdeling houdt zich gewoon bezig met zijn afdeling en de belangrijke geheimen van het bedrijf houden ze voor je. Dat is voor de directeur zelf. En je bespreekt alleen maar met iedereen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. En meer moet je ook niet doen. Dat vind ik zelf persoonlijk een hele belangrijke tip. Maar dit kan overal zo zijn. Het hoeft niet per se alleen in Marokko te zijn. Hoor. En we hadden het over kwaliteiten. Dus je kan niet van het personeel verwachten dat ze 100% gaan functioneren zoals jij dat wil. Vooral als je weet hoe het moet. En als je al die trajecten hebt binnen je bedrijf hebt gekend en geleerd en uitgeoefend. Je moet niet verwachten van je personeel dat ze het voor 100% gaan doen. Dus als je het begint uit handen te geven, dan kan het zo zijn dat het een beetje terugloopt. Maar dat is niet zo erg, maar als het maar voor 70% goed gaat. Ja, zo gewoon dat het systeem goed is en dat de belangrijke taken worden uitgevoerd. Ja. En natuurlijk, zoals je zegt, je
die kan er niet voor zorgen dat je moet niet denken dat het precies wordt gedaan hoe jij het ervoor deed. Nee. Maar als het inderdaad voor 75-80% gewoon wordt uitgevoerd. Dan heb je goed werk verricht als leider. Kom je in ieder geval veel verder en dan kun je je concentreren op veel belangrijke, veel belangrijke dingen. Dus bijvoorbeeld je strategie binnen het bedrijf en zorgen ervoor dat je gewoon meer verkoopt en de kwaliteit blijft behouden. Ja. En ik vind het ook nog een hele belangrijke. Dit is... dus wij hebben het wel over de verantwoordelijkheden van een personeel neemt zijn verantwoordelijkheid. Of een personeel moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En dan als we het voornamelijk hier in Marokko hebben. Kijk, dit koppel ik een beetje aan cultuur. Maar ja, jij kent dit ook. We hebben het hier vaak over gehad. Van ja, dat je ziet van, dat personeel zich gewoon gewoon schaamt. Bijvoorbeeld in bepaalde situaties waar ze in terechtkomen. En dit is echt klote, dit hoor. Ja. Dit is echt klote. Piep! Huh? Nee, dit is echt klote. Dit ga je tegenkomen. Want jij denkt van ja, ik geef de verantwoordelijkheid aan iemand. En hij gaat er wel voor zorgen dat het allemaal goed gaat. Maar op een gegeven moment zie je van ja, als hij bijvoorbeeld de klant moet aanspreken omdat hij de regels overtreedt dan praat hij niet meer vanuit zijn functie. Nee, dan praat hij als broer zijnde of als vriend zijnde naar die klant toe. En dan krijg je problemen. Dat is cultuur. Ja, dat zit in het cultuur. Dus wat je gaat zien, en dit is een belangrijk hoor. Wat je gaat zien is dat je de meeste van het personeel, en zijn er maar echt heel weinig, de meeste, daar ga je van merken van dat ze de verantwoordelijkheden niet op hun nemen als het op een gegeven moment aankomt, als ze in nare situaties terechtkomen. En zorg ervoor dat je hiervoor oppast, want zo gaat, ik vind dat je kwaliteit hier echt zwaar op achteruit gaat. En dat je systeem volledig wordt, dat breekt gewoon in één keer. Dan zijn er geen regels meer. Dan is het een beetje vriendjespolitiek. En als ik het koppel aan mijn eigen ervaringen in de afgelopen jaren, dan zie ik bijvoorbeeld mensen... Het personeel respecteert de regels niet die wij bijvoorbeeld, als we kijken dan naar onze branche in de fitnessclub, dan zie je bijvoorbeeld, mensen hebben hun kaartje niet bij, wij hebben dan als regel, dan mag je eigenlijk niet binnenkomen. Want je moet gewoon altijd een kaartje meenemen. Ik bedoel, je gaat ook niet de trein instappen zonder kaartje. En dat is hetzelfde bij ons ook in de fitnessclub. Neem gewoon je kaartje mee, want er zijn zoveel leden, we kunnen niet bijhouden wie wat is. Dus... dan zie je gewoon dat ze rare scenario's krijg je dan, hè? Ja, dan durft hij niet. Dan zie je zo'n personeellid, die durft dan niet zijn verantwoordelijkheid op te nemen. En dan tegen hem te zeggen van, je kan helaas niet binnenkomen, want je hebt je kaart niet bij. Ja. Maar dat kan ik ook opnoemen met handdoeken, et cetera. Weet je, er zijn zoveel problemen die wij... bij ons heb je precies hetzelfde. Maar durft hij hem niet aan te spreken door tegen hem te zeggen, ja, heb je je handdoek bij of zo, weet je, zulke dingen. Terwijl je als je in Nederland bijvoorbeeld in de fitnessclub zit... Dan zijn het de klanten onderling die elkaar aanspreken zelfs. Ja. Snap je? Ja. Maar dat is dus een beetje een verschil van cultuur. Hier durven ze dat niet. Ja. Ze zijn bang voor voor die discussies. Ja, hij is gewoon angstig. Ja, dus hij neemt zijn verantwoordelijkheid gewoon niet. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij praat ook niet meer dan vanuit zijn functie. Dan is het meer... hij schaamt zich... Weet je, in zijn functie om hem aan te spreken voor dingen, zo ziet hij het. Maar dat is een beetje cultuur, maar dat zie je ook op andere... Marokkanen zijn ook probleemmakers, hè? Ja, heel snel. De Marokkaanse klanten, daar kunnen we ook nog aan afleveringen voor doen. Ja, ik heb betaald, ik ben mijn kaartje vergeten. Ja, nee, ik mag niet trainen. Ja, zijn irritant. Dat kunnen ze in hun hoofd niet begrijpen. Ja. En ze houden er niet van om aangesproken te worden. Nee. Ja. Dus wij kunnen dat wel een beetje begrijpen aan de ene kant. Maar zoals ik al zeg, wij hebben ook de andere kant gezien. Als je gewoon strenge regels hebt en die strenge regels worden ook gewoon nageleefd. Ja, dan zie je gewoon dat het wel gewoon ook gewoon kan werken. Ja, dan voed je, de klant op. Ja, en dan op een gegeven moment zie je dat je ook gewoon veel betere kwaliteit hebt binnen je organisatie. Of binnen je bedrijf. Dus heb regels. Heb regels binnen je bedrijf. Want dat is het systeem. Als je geen reglement hebt, dan En dat zie je dus niet alleen dit hoor. Dit is een voorbeeld die wij hebben opgenoemd hoor. Maar dit kan ook, dingen zijn hoor. Dit kan ook... Je ziet als een personeelslid een fout maakt. Dan zie je dat hij meestal altijd ook iemand anders de schuld geeft. En ze lopen altijd te ontkennen. En, dingen. Maar misschien is het wel overal een beetje zo.
Maar hier is dat heel extreem. Ja, en dan denk ik dat we nog het laatste mee kunnen delen is van ja, hoe kan je eigenlijk een beetje personeel aanwerven. Ja, dat is meestal gewoon, dat kan ook gewoon via social media platforms zoals LinkedIn, maar er zijn ook Marokkaanse platforms waar een heleboel cv's op staan. En ik adviseer altijd gewoon neem een HR die ervaring hierin heeft. En als het in de beginfase is, probeer zelf die interviews te doen. Studeer een beetje zelf van hoe je dat het beste kan doen. Ik vind altijd belangrijk is wat je zou moeten vragen aan als je iemand gaat aanwerven is, ik vraag altijd twee vragen. Dat vind ik een hele belangrijke vraag. Ik vraag altijd van, leg uit wie je bent, dat is één. En aan de hand van het verhaal kun je bijvoorbeeld heel veel analyseren en observeren. En ook wat ik belangrijk vind is van, leg mij eens uit het allergrootste probleem waar je in hebt gezeten. En hoe heb je dat opgelost? Ja. En ik denk aan de hand van deze antwoord dat je eigenlijk al een beetje ongeveer zou moeten kunnen weten van of die wel geschikt is of niet geschikt. Ja. Want je neemt iemand aan om problemen voor je op te lossen. Je geeft hem taken en die taken dat zijn problemen. En die taken die moeten worden uitgevoerd. Dus je moet iemand hebben die al inderdaad al wat ervaring heeft. En ervaring door, wat ik altijd zeg, van al wat vele problemen heeft gehad in het leven. En vooral als je zijn allergrootste probleem kan horen. En tegelijkertijd ook het oplossing kan oplossing. Horen. Ja. Ja. En als je het oplossing hebt gehoord, dan weet je van, dit is wel interessant hoe hij het heeft opgelost. Ja. Of misschien, wat zit hij hier nou weer te zeggen? Ja. Weet je, dat kan ook, in de meeste gevallen. Ja. Nou, op een gegeven moment is eigenlijk ondernemen ook problemen oplossen. En in elke post, ja. In elke ding, is problemen oplossen is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, het leven is eigenlijk ook een al problemen. Ja. Ja. Ja, Ali, ik denk dat we een beetje aan het einde van deze aflevering zitten. Ik denk als we wat tips en adviezen kunnen meegeven aan de kijkers. Laat dat in de comments achter van wat je eventueel nog misschien zou willen dat we kunnen bespreken. Ja. En dan zullen we dat meenemen in de volgende afleveringen. En heb jij nog wat te zeggen? Ja, er valt genoeg te zeggen. Ja, je hebt altijd wel wat te zeggen. Valt genoeg te zeggen. Ja. Maar we hebben redelijk wat opgenoemd voor de kijkers en onze ervaring een beetje gedeeld. Ja. En personeel blijft een moeilijke... Ja, gaat een moeilijke obstakel zijn als je er ook op komt ondernemen. Ja, is een moeilijk geval. Maar jij als ondernemer moet dat heb ook een taak, heb ook een verantwoordelijkheid. Je moet die verantwoordelijkheid ook op je nemen. Zoals jij dat verwacht, ook van het personeel. Dus als die problemen die jij tegenkomt, die moet je gaan oplossen. En dan moet je van gaan leren. En dan moet je het makkelijker voor jezelf gaan maken. En aan de hand van de problemen en de oplossingen die je gecreëerd hebt daarna. Ja, en ik denk dat als ik hier nog een kleine koppeling aan wil doen of een kleine tip. Ja, zorg ervoor dat je personeel goed kent. Investeer in ze. Dus je tijd, je energie. Ook door trainingen te geven. Ja. En dit is echt belangrijk. En vang ze op wanneer ze hulp nodig hebben. Ja, en wees op tijd wanneer je moet ingrijpen. Ja. En ik denk ook het laatste stukje is aarzel niet te snel. Aarzel ook niet te snel als je gewoon weet van hij is niet meer geschikt voor die positie of voor die functie. Of om te blijven binnen het bedrijf. Aarzel daar ook niet te lang mee en maak gewoon hele snelle beslissingen. En een goede ondernemer moet heel snel beslissingen maken. En in een latere fase kan die wel zien of het wel een goede beslissing was. En als het geen goede beslissing was, dan vind je wel een oplossing daarna. Dus maak gewoon snelle beslissingen. Je zult later wel zien van hoe je het kan oplossen. Ja. En aarzel niet te lang met beslissingen. Beslissingen, ja. Nou, dan is dit het einde van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we weer een leuke onderwerp bespreken. Zullen we zeker doen. En ik dank iedereen. Ik hoop dat ze hebben genoten en wat tips hebben meegekregen. Ik heb genoten.
Oké dan. Ja, ik vind het altijd interessant. Het is ook voor mezelf zo'n wake-up call soms. Ja. Soms als we zo onderling aan het praten zijn, zijn het met de medemensen aan het delen, maar het is voor jezelf ook een wake-up call. Je bent zelf ook aan het ondernemen. Dus, zeker, en we zijn ook zelf in een leerproces constant. Ja, nog steeds. Ja, dat zeg ik. Als we eerlijk moeten zijn, dan lopen wij nog steeds te struggelen wat betreft personeel. Ja, absoluut. Je bent altijd op zoek naar beter personeel. En inderdaad. Hoe ga je nog beter personeel creëren? Ja, ja. Dus je bent zelf ook steeds bezig. Absoluut. Ja. En je hebt gelijk. Dat is zo. Ja. Hey, beste kijkers. Ik dank jullie. En ik moet het weer zeggen hoor. Want anders... het kanaal moet groter worden, Ali. Ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat we informatief zijn. En dat mensen dit natuurlijk... wijs van worden en ook interessant vinden om hier naar te kijken natuurlijk. En abonneer zou ik zeggen. Ja, jij mag het zeggen. Ja. Jij mag het zeggen. Ja. Beste mensen, abonneer. En, vergeet het niet te delen. Vergeet het niet te delen. Ja. En geef ons nog meer kracht om nog meer informatieve stof met jullie te delen. En, wij doen het alleen maar vanuit het goede. Hè? Ja. Dus het is niet dat we hiermee iets verdienen. Wij willen dat dat mensen op een gegeven moment... Ik ken zelf in mijn eigen netwerk dat er een heleboel mensen zijn... die bijvoorbeeld in Marokko willen komen investeren of ondernemen. Ja. Of wonen of werken. Dus dat je, dat je er gewoon zo min mogelijk fouten maakt dan dingen. Je leert van twee succesvolle ondernemers. Ja. Die veel fouten hebben gemaakt. Maar wij delen deze fouten en zorgen ervoor dat jullie zo min mogelijk fouten maken. En... hierbij sluit ik het af en dankjewel.